Maar eerst het gesjoemel op de tennisvelden. Want vandaag onthulde de BBC dat er ook in de tenniswereld sprake is van matchfixing. En er zouden ook nu nog actieve topspelers bij betrokken zijn. En dat zijn echt topspelers die dus nu nog spelen, die zelfs een Grand Slam gewonnen hebben. Er werden geen namen genoemd, maar het is nogal een onthulling. Daar ga ik over praten met Menno van Dongen, onderzoeksjournalist bij de Volkskrant, met Marten Verkerk, finaliste Roland Garros natuurlijk in 2003. Een enorme onthulling, zeg ik al. Er zouden Grand Slam spelers bij betrokken zijn, winnaars daarvan zelfs. Was je verbaasd hoe je dit hoorde? Ja, wel de grote spelers, ja. Dat het gebeurt in het tennis, dat is duidelijk. Waarom niet in tennis en wel in voetbal en wielrennen, dat soort sporten. Het is duidelijk omdat je het zelf ook al eens mee hebt gemaakt. Nee, ik heb het zelf niet meegemaakt. Ik ben zelf nooit gevraagd. Maar ik ken wel bijvoorbeeld Raymond Sluiter is daarvoor gevraagd. Dus kijk, maar de spelers die wat lager staan, die verdienen niet zoveel geld. En daar gebeurt het wel. Maar de toppers, ik zou verbaasd zijn. Dus in 2003, die finale bijvoorbeeld, die je verloor hebt van Ferrero. Dat is niet omdat jij toen een weddenschapje hebt afgesloten? Nee, ja, ik heb hem verkocht. Mooi, hè? Geweldig moment. Ja, Martin, dat waren echt hoogtijdagen. Want wat heb je daarna gedaan? Een biografie geschreven. Prachtige biografie trouwens. Waar het gaat over echt alles. Hè? Je geeft alles toe. Drank en vrouwen. Depressie die je bijna kapot heeft gemaakt. Je bent eruit goed uit voortgekomen. Wat doe je nu? Nou, ik heb een eigen tennisacademie. Donderdag toevallig ga ik samen met een bedrijf. Panas heet dat. Wat wij doen is wij leiden 3 tot 10-jarigen. Leren wij bewegen. Ja. Allerlei takken of sport. Zowel hockey, voetbal, tennis. Je zegt wij, zijn nog andere topsporters bij betrokken? Ja, Christian Albers is onze ambassadeur met Mark Delissen. Ja, we doen het met z'n vijven, of zes eigenlijk. En ja, we zijn er helemaal zin in en de presentatie is donderdag. Dat is iets heel anders. We praten hier nu over die matchfixing. En je zegt, ja, Ramon Sluiter die heeft er wel eens wat over verteld. Dat was het ook alweer. Ja, hij is gevraagd om een wedstrijd te verkopen. Dus hij kreeg geld geboden. Goed, de verbazing, zeg je, is niet zozeer dat het speelt. Als het overal speelt, waarom niet in de tenniswereld? Maar vooral dat het dus in de top 50 voorkomt. En inderdaad, heel veel top 50 spelers werden in verband gebracht met matchfixing. De tenniswereld is opgeschrikt door het bericht dat er op grote schaal aan matchfixing wordt gedaan. Een vaste groep toptennissers, waaronder deelnemers aan Grand Slam toernooien, zou in een lijst van foute spelers staan. And we can see the same 16 names appearing time and time again on those lists. A core group of players, all of whom have ranked in the top 50. And half of whom are actually about to begin playing at the Australian Open. Maar liefst 26.000 wedstrijden zijn tegen het licht gehouden. Al eerder vond een onderzoeker naar matchfixing in de tennis alarmerende signalen. It wasn't just about betting analysis. Obviously there was lots of other data analyzed, phone records, computer records and so on. But the data analysts and investigators had linked players with the gamblers and that was one of the reasons why. You know, we believe this evidence was so strong. De Internationale Tennis Federatie is vooralsnog niet overtuigd. In its investigations, the Tennis Integrity Unit has to find evidence as opposed to information, suspicion or hearsay. And this is the key here, that it requires evidence. Ja, wat vind je van Menno? Wat was jouw eerste reactie? Want je duikt altijd in dit soort zaken. Straks gaan we het over voetbal hebben, hè, met je collega Willem Veenstra. Prachtige reeks artikelen daarover gemaakt, er bovenop gezeten. Wat vond je hiervan? Nou, mijn eerste gedachte is, daar heb je het gedonder weer. Ja. We zagen het eigenlijk wel een beetje aankomen. De laatste jaren horen geregeld verhalen over tennisspelers die zijn omgekocht. Je krijgt signalen vanuit de gokindustrie van er worden rare bedragen ingezet, hele onlogische bedragen. Dus het was een kwestie van tijd tot dit zou uitkomen. Maar dat het zo hoog gaat, 16 spelers in of ex-top 50 spelers, dat verrast mij toch wel. Ja, vooral die top, hè, dat, wat Martin ook al zegt, dat is dan verrassend. Want je vond het minder verrassend, althans je werd gealarmeerd door een andere partij tussen twee laag geclasseerde spelers. En ik wil je iets over vertellen, want daar werd dan op gegokt. Maar hoe ging dat? Waarom gingen daar de alarmbellen rinkelen? Nou, dat is een partij uit de zomer van 2014. Er waren twee Nederlandse jongens die speelden in een toernooi in Duitsland. Ja. Een challenger toernooi, zeg maar de eerste divisie van het tennis. Boy Westerhof en Antal van der Duim. Twee jongens die zo rond de 250ste plaats van de wereld stonden. En daar werden krankzinnig hoge bedragen op ingezet. Normaal heb je het over een paar duizend euro voor zo'n wedstrijd. Ja. Er werd uiteindelijk 750.000 euro ingezet. Op die wedstrijd, op een heel laag niveau. Ja. Heb je het over een bijbaantje ergens in Duitsland. Ja. Er was ineens een camera bij. En er werd zo gek ingezet, er werd voortdurend ingezet op de speler die enorm achter stond. Een van de jongens stond op een gegeven moment anderhalve set achter. Het was een kwestie van tijd dat hij zou verliezen. En al die gokkers die wisten, nee, die jongen die nu achter staat,
gaat toch winnen. En dan ga je denken, ja, hoe wisten ze dat? Nou ja, waarschijnlijk hadden ze voorkennis. En dan mocht het opeens niet meer opgegokt worden. En die jongen die helemaal verloren leek, die ging dus toch winnen uiteindelijk. En toen de boekmakers dachten, ja, wat gebeurt hier? Dit kan niet kloppen. Dus die hebben die wedstrijd uit het aanbod gehaald. Ja, en dan startte een onderzoek en vervolgens hoor je er nooit meer wat van. Dat is een van de problemen in het tennis. Anderhalf jaar onderzoek. Zo moeilijk is het niet, zou je zeggen, maar het ligt in een diepe la. En de Tennis Integrity Commissie bemoeit zich ermee. Die beelden kennen we een beetje uit de voetbalwereld ook, hè? Keurige heren die opeens op de feiten wijzen. Hebben ze nog gelijk en ook, want ze moeten nog naam en toenaam weten, nog meer weten. Maar toch, Tennis Integrity, zijn ze ook heel integer? Nou ja, ze moeten, waar ze wel gelijk in hebben, is dat er met namen moeten komen. Alleen als er bijvoorbeeld een hele grote jongen gepakt wordt, dan schaadt dat de sport enorm. Maar jij kan ook niet met namen komen als je ze niet weet. Je kunt ze niet hier op tafel leggen, maar als je in die wereld zit, dan hoor je hem. Er kan wel namen voorbij komen. Ja, ik heb namen voorbij horen komen. Alleen, dat waren echt kleine spelers. Ik heb echt nooit gehoord van een grote jongen dat hij eventueel een wedstrijd verkocht zou hebben. Ik denk ook wel, als je daarmee naar buiten komt, daarom noemen ze de namen ook nog niet, dat het gewoon, wat ik net zeg, enorm schade aanbrengt voor de tennissport. Maar ook, kijk, als bijvoorbeeld een hele grote jongen die heel populair is. Ja dan kijk, de ATP, de tennisorganisatie, die natuurlijk gaat die er echt wel grondig onderzoeken, maar dan nog. Weet je, dan moet je echt. Ja, maar is het natuurlijk dat die gronden gaan onderzoeken? Want dat zeggen ze in de voetbalwereld ook. Dat zeiden ze in de atletiekwereld ook. Nee, ja. Niks aan de hand. Altijd eerst krijg je dat soort beelden. Weet je, dat is waarschijnlijk het probleem. Ze roepen toch al gauw van niks aan de hand. Mensen, gaat hier rustig verder. Er gebeurt hier vooral niks. Daar heb je in het atletiek gezien, waar jarenlang dopinggebruik is verzwegen. Dat heb je bij de FIFA gezien, waar WK's zijn verkocht. Nou, riepen ze ook altijd: niks van waar, mensen. Kom maar met bewijs. Nou, het bewijs is er. En dat gaat in tennis ook gebeuren. Denk jij dat? Ja, het gaat in tennis ook gebeuren. Zeker. Als je bedoelt, in tennis gaat straks komen ook hele grote namen naar buiten. Dat weet je zeker. Dan moeten ze allemaal door het stof. Nou ja, ik denk niet dat je het moet zoeken in de sfeer van Djokovic en Nadal of zo. Djokovic heeft vorig jaar $16 miljoen verdiend aan tennistoernooien. Ja. Die man is gewoon niet om te kopen. Die verdient veel te veel. En ik denk sowieso, de jongens die echt in de top 10 staan, daar zal dat bijna niet gebeuren. Martin, mag ik toch een poging wagen? Want je hebt niet voor niks die biografie geschreven. Heel openhartig staat het allemaal in. Maar daar heb je dus ook labielere periodes meegemaakt. Je zou zeggen, in zo'n periode ben je er ook vatbaar misschien wel voor mensen die een poging wagen. Of die denken, weet je wat, je moet eens bij Martin Verkeer proberen. Ja, nee, kijk, ze zijn echt nooit bij mij geweest. En dan zouden ze bij mij komen. Kijk, je zet zoveel op het spel. Kijk, je geloofwaardigheid ook. Ik heb finale Grand Slam gehaald. Dat is groot. En als ik nu zo zou zijn dat ze denken, ja, die Verkerk heeft zijn wedstrijden 1 of 2 verkocht, dan wordt dat ook niet meer serieus genomen. Dus nee, zo labiel was ik ook weer niet. Maar niemand kan het toch bewijzen bijna? Je slaat een paar keer in het net. Hoe kunnen ze zien dat je dat expres doet? Nou, dat is ook het moeilijke. Alleen ze zeggen, de BBC dan, die zeggen dat ze bankgegevens hebben. Kijk, en dan wordt het wel echt serieus. Maar kijk, zelf een wedstrijd verliezen, dat is bijna niet te zien. Want je kan een off-day hebben. Alleen kijk, wat jij ook net zegt over die wedstrijd op een achterafbaantje. Dat is met zoveel geld op zo'n wedstrijd gokken. Kijk, als het nou een Grand Slam halve finale is. Maar ik geef je helemaal gelijk. Dat €750.000 op een challengerwedstrijd. Ja, dat is gewoon. Als je die Grand Slam toernooi naast elkaar zet. Waar kun je het beste een wedstrijd verliezen? Waar kun je het beste acteren? Is het op gras of heeft het ook, want sommige mensen zeggen, het heeft met die ondergrond te maken. Op gras kun je dan wel eens. Nou, ik had het best laten lopen op gras, want daar kon ik niet zoveel van. Nee, jij, maar in zijn algemeenheid? Nou ja, wel op gras, want het is de minste ondergrond voor bijna iedereen. Er zijn een paar spelers die op gras kunnen spelen. Vaak zie je dezelfde jongens een beetje in de kwartfinale staan. Dus ja, daar kan je wel dik verliezen, laat maar zeggen. Je hebt de goede journalisten voor nodig, hè? Die vasthoudend zijn, die vastbijten. Ja. Jij hebt het bewezen, dat heeft de BBC nu bewezen. Maar de voetbalwereld, daar zat je met je collega bovenop. Daar hebben we ook heel veel dingen van kunnen zien. Onderzoeksjournalist Menno van Dongen onthulde precies een jaar geleden dat er in het Nederlandse voetbal ook sprake is van matchfixing. Willem II zou moedwillig wedstrijden verloren hebben in het seizoen 2009. Goksyndicaten in Singapore zaten erachter. De KNVB startte een onderzoek. En daarnaast zal de aanklager betaald voetbal de integriteitseenheid opdracht geven om hier een onderzoek naar te starten. Van Dongen zei in 2014 al in zijn krant dat matchfixing ook in tennis mogelijk is. Nu de BBC ermee komt, zorgt het voor veel onrust bij het Australian Open. Ook topspelers worden beschuldigd.
Titelverdediger Novak Djokovic heeft inmiddels ontkend. Nou ja, je ziet het, hè. Tennis na voetbal zou dat dan de grootste markt zijn voor die matchfixers. Dat betekent dat er, je denkt het al, dat er van alles naar buiten gaat komen. Je bent ook naar Singapore geweest. Wat heb je daar aangetroffen? Nou, dat was echt een verbijsterende ervaring eigenlijk. Ja. Je hoort dan, we zijn een kleine 3 jaar geleden onderzoek gaan doen naar matchfixing. In het begin denk je, nou ja, maar wilde verhalen van, maar wat klopt er nou eigenlijk echt? Dus we hebben vrij snel een netwerk opgebouwd met mensen die onderzoek hadden gedaan bij de FIFA, bij de UEFA. En op een gegeven moment leerde iemand kennen die in Singapore zat. En daar konden we naartoe. En we hebben gezegd, nou ja, we willen wel wat mensen uit jouw organisatie leren kennen. Mensen die echt investeren in het omkopen van spelers. En voordat we het wisten, zaten we met zijn baas in een bordeel in Singapore. En ja, wij zaten daar. Er werd uiteindelijk verteld, van, ja, die jongen kon niet vertellen. Ik zit hier met 2 journalisten uit Nederland. Dus die zei tegen zijn baas, dit zijn 2 mannen van Rode JC. Nou ja, en die crimineel, die begon ons geld aan te bieden. Het ging zo een paar ton, een 500.000. Hoe kon het zo krijgen? Ja, dat zijn de bijna. Het was alsof we in een aflevering van de Sopranos zaten. Of zo. Echt, je denkt dat dit gebeurt, maar het gebeurde echt voor onze ogen. Ja. In een loesje bordeel in Singapore met een paar schaars geklede vrouwen naast ons en een hoop drank. Het, was, ja, het klinkt als een soort B-film, maar ja, we hebben het echt meegemaakt. Ja, nee, maar we kunnen vaak van genieten van B-films. Behalve als het dan echt waar is, dan moet je gaan oppassen. En inderdaad, in de tenniswereld zal dit waarschijnlijk ook het geval zijn. Maar ja, je bent ook journalist, je wil ook op zoek naar de bewijzen. Ja. Jij denkt dus, wat je net zei, er gaat er geen bierput open. Ja, dat denk ik wel. Als we nu als je kijkt naar wat er in het voetbal allemaal gebeurd is. We hebben dus sterke bewijzen dat Willem II is omgekocht. Ja. In 2009, in 2010. Sterke bewijzen. Maar hoe staat het met het onderzoek? Is er nu nog iets meer? Nou ja, we hebben het verhaal gebracht ongeveer 1 jaar geleden. Willem Veenstra en ik. Daarna is onderzoek gedaan door de KNVB en door het Openbaar Ministerie. Dat loopt nog steeds. Het is heel moeilijk om corruptie te bewijzen. Dat is een groot probleem. Er zijn e-mails gevonden van Cargbo met een matchfixer. Daarin wordt ook de aanvoerder genoemd. Dat was toen in die tijd de keeper van Willem II. Aard. Michael Aerts, dus ja, die zijn verhoord. En wat eruit komt, dat gaan we nog horen. Dat, binnenkort horen we daar meer over. Nou ja, je ziet binnenkort. Ja, binnenkort. Ik bedoel, het duurt nog wel heel lang. Jij weet al meer, dat kun je nu nog niet op tafel leggen. Kom op, joh, vertel het gewoon. Ik kan daar nog niet zoveel over zeggen. Nou, zeg eens iets maar meer. Maar de KNVB is vergevorderd met het onderzoek. Ja. En ja, die gaan binnenkort met resultaten komen. Maar oké, maar jij weet het al, maar je kan het nog niet vertellen. Jullie hebben een afspraak. Je weet al iets meer dan je. Dat kan gewoon dat je zegt, nou, dat ga ik hier nu niet vertellen. Dat hou ik voor mezelf, in mijn eigen krant. Als we er echt nieuws over hebben, dan zetten we dat in de volgende. Uiteraard, maar dat betekent dat echt nieuws gaat er al komen over een paar dagen. Nee, niet over een paar dagen. Wel een paar weken. Nee, dat duurt nog eventjes. Maar er komen er echt harde bewijzen in ieder geval over een paar weken. Ja, ik kan niet in het hoofd van de KNVB kijken. Ik weet niet of er. Ja, maar je zit dichter boven de bewijzen zijn. Ook nu. En je denkt dat er wel iets gaat komen. ja, ik verwacht er wat een of andere. Ja, ik kan er niet zoveel over zeggen. Nee, je wordt net een soort bobo nu in dit gesprek. Ja, interessant ook. Maar laten we vanuit gaan dat dat gaat gebeuren. Ja. Nou, dat merk je. Mensen gaan ook, hè, natuurlijk in de verdediging of willen niet om wat voor reden ook naar buiten treden. Kijk eens wat Richard Krajicek ook zei natuurlijk. Hè, ook een topper in deze wereld. Hij zei het volgende. Er wordt heel erg streng gecontroleerd. Ik geloof hier niks van. De integriteit in het tennis is hoog. De BBC is een van de meest gerespecteerde news agencies. Maar ik kies toch de kant van de ATP, dus van de Wereldtennisbond. Begrijp je dat, die hele voorzichtige reactie, Martin? Ja, ik begrijp het vanuit zijn positie wel. Hij is directeur van ABN AMRO. Ja, maar jij bent gewoon een vrij jongen. Je kan zeggen wat je wil. Nee, ja, ik kan ook. Ik heb ook gezegd wat ik wil. Kijk, ik denk dat. Ik vind wel dat ze met name moeten komen en echt met bewijzen. Dus daar geef ik Richard gelijk in. Alleen, ik zeg wel dat het in de mindere grote jongens gebeurt het al. Zo en zo. Er zijn er ook al een paar gepakt, dus dat is duidelijk. En, met die grote jongens ging het over Russen en Italianen. Dat werd er gezegd. Er is allemaal inderdaad nog op dat gebied te speculeren. Maar dan kun je ervan uitgaan dat het dan in die hoek gezocht moet worden? Ja. Ja, maar dat is ook gebeurd. Er zitten ook wat omkopers. Russische maffia, Italiaanse maffia, daar komt het meeste vandaan. Ja, dus daar gaan echt. En dan moet je ook gaan denken aan Grand Slam winnaars. Hè, want zo groot is het. Allemaal ook tijdens Australian Open. Als je een echte toptennisser bent, is dat toch een ramp wat hier allemaal gebeurt? Dat moet ik eerlijk zeggen, dat geloof ik ook niet. Ik kan me dat echt niet voorstellen dat soort grote jongens uit de top 10. Ze hebben gewoon te veel ze geld. Dat doen. Nee, ja, nee. Dat kan maar niet. Alleen, er is ook niet voor niks. Ook op het ABN AMRO-toernooi worden er, geloof ik, 30 jongens die daar niet mogen komen. Die staan op een lijst, omdat ze met gokken te maken hebben. Ja, dat is niet voor niks.
Maar alleen, ja, toch gaat Robin Haas enorm, hè, die ook uitgeschakeld nu in Australië. Hij was helemaal niet onder de indruk, zegt hij, van de beschuldigingen. En zijn citaat: met de verdachtmakingen kan ik nog weinig. Er zijn helemaal geen bewijzen. Ik kan ook zeggen dat ik met koningin Maxima heb gedate. Iedereen kan dingen roepen. Ja, dan doe je het wel helemaal alsof er niks aan de hand is. Ja, ik vind het echt gevaarlijk als je dat soort dingen blijft roepen. Dan komt het nooit naar buiten. Er zijn zoveel signalen dat er wordt omgekocht in de tennis. Als je kijkt naar de gokmarkt, hoeveel rare inzetten er zijn. Dat is echt niet op een logische manier te verklaren. En als zo'n Krajicek dan zegt van, ja, ik geloof het niet. Hij wil het gewoon niet geloven, omdat het niet goed is voor het imago van zijn sport. Heb je wel eens gegokt zelf misschien op een wedstrijd of niet? Nee. Nee, maar dat werd ook wel gezegd van, joh, dat mag ook echt niet. Alleen ja, ik weet niet of andere spelers dat doen. Of misschien vrienden van die spelers of familieleden. Verboden, hè? Ja. Dat is ook verboden, dus dat mag ook niet. Maar ja, een familielid, kijk, als die speler zegt, joh, ik ben geblesseerd, maar ik ga wel de baan op, maar ik verlies hem zo en zo. En je hebt al niet veel centjes thuis. Ja, maar dat is weer de minder grote jongens. Maar toch die matchfixing uiteindelijk. Er gaat van alles naar buiten komen. Denk je dat dit een grotere bedreiging is voor de tennissport ook? Een grotere bedreiging dan dopinggebruik bijvoorbeeld? Ja, het is allebei natuurlijk een bedreiging. Maar dit is wel heel... als je wedstrijden verkoopt, en zeker die grote jongens. Kijk, doping. Ja, natuurlijk zal het wel helpen dat je wat beter gaat presteren. Alleen doping in tennis, je houdt het misschien wat langer vol. Maar ja, ik vind de sport tennis is volgens mij wel vrij dopingvrij. Maar als dit allemaal uitkomt, en het is een grote jongen die het gedaan heeft, dan is dat meer schade als doping. Nou, voetbal heb je gezien, hè? In Bulgarije, in China, in Singapore. Daar is heel veel matchfixing geweest in competities. Dat ging zover dat het publiek geloofde er gewoon niet meer in. Mensen kwamen niet meer naar het stadion, de sponsors liepen weg. Die competities zijn helemaal ingestort. Nou, laten we dit gesprek even onthouden in verband met de komende ontwikkeling. Als er over een halfjaartje weer is, dan nodig ik jullie graag weer uit. En eventjes met jullie citaten ook van nu erbij, dat is toch altijd het leukste? Ja. Oké, goed, heren. Dank je voor dit gesprek. Dank je wel.